Goedemorgen, middag. Het is al 1:15, denk ik. Wij gaan naar mijn ouders vertrekken. We gaan barbecuen daar. We hebben vandaag voor de middag uitgeslapen ten eerste. Ontbeten. En dan hebben we gewerkt. Sam heeft gewerkt voor Concept Island. Ik voor Totally Too. En nu gaan we dus naar mijn ouders vertrekken. Ik heb al wel weer honger. Dit is mijn outfit vandaag. Mijn short is van Totally Too. Bloesje is van Shein. En mijn schoentjes zijn ook van Totally Too. Sam wil ook graag zijn outfit laten zien. Nee. Jawel, je zei dat net. Kom. Dat is niet waar. Nu moet je het zeggen. Niet liggen, hè. Nu moet je het... Je hebt al net gezegd. Allee. Wat? Ik heb mijn roze t-shirt aan. Van? Is er iets met mij? Nee. Ah, oké. Okay. Van Jack and Jones. Oké, okay, short. Geen flauw idee. Van Anna. Ja, ik heb nu wat gekocht. Yep. Ja. Schoenen. En watches. Lacoste. As always. Lacoste. Oké, okay, ciao hè. Yo. The sun is rising, here we are. I didn't think we'd come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Making my way down Ocean Drive. Hungover people pass me by. I know they feel it. Yeah, they feel the way that I do right now. Lost in Miami and we were too drunk. But it was only you and I. Only you and I. Ga naar huis, hè. Laurens gaat naar huis. Ja. Maar het is al 11:45 of zo, dus het is tijd. Morgen moet jij om 6:30 opstaan. Ja. Oh, garme. En we hebben de was mee. Want Sam zijn mama heeft al onze was gedaan, kei lief. Ah, het is toch een goeie kind, hè. Dat is een goeie kind. Ik heb ze goed gekozen. Ja, zij heeft u gemaakt, maar oké. Okay. Hey. Wij zijn eindelijk terug thuis. Och, arme. Hele dag alleen geweest. Ja. Allee, hele dag. Vanaf 2:00, denk ik, hè. Het is nu toch al... Ja, het is 12:30. Ma, katjes toch. Ma. Hey, Milky. Hey, schat. Ma. Hey, Shelly, Shelly, mufke, kom eens hier, Shelke. Nee? Nope. En jij, mufke? Komt jij eens hier, Muffie? Muffin, kom hier. Nope. Ook niet, alleen Milky. Milky, zijn je weer aan het miauwen zonder geluid? Doet je weer miauwkes zonder geluid? Oh, zo kut. Hebben ze geen eten? Ah, we zijn nou op. Okay. Ja. Oh, cuties. We zijn dus terug thuis. We hebben echt lang bij Sam zijn ouders gezeten. Ik denk dat we om 6:00 of zo daar waren. 6:30. En dan normaal kwam Laurens naar ons hier. Maar we waren nog daar, dus zei Sam van kom even naar hier. En dan zijn we uiteindelijk frietjes gaan halen. En zijn we echt de hele avond blijven zitten. Het is nu 12:30. Arme ouders van Sam. Maar ik denk ook wel dat ze het gezellig vonden. Allee, hoop ik toch. Maar ja, het was toch wel laat. En die moeten morgen natuurlijk ook wel werken. En Sam moet werken. En Laurens moet ook heel vroeg terugwerken, want zijn bouwverlof is gedaan. Dus het zal voor hun morgen zwaar worden. Ik ga denk ik pas om 8:00 opstaan. Dus ik heb nog wel even om te slapen. Maar we gaan ons nu wel klaarmaken. En dan gaan we slapen.
Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Nee, stop. Nog niet afsluiten. Waarom niet? Ik moet iets laten zien. Oei, oké. Spannend. Ja. Wat gaat je laten zien? Ik heb een cadeautje gekregen van Nick. Ah, ja. Gaat je dat laten zien? Ja. Oké. Show the vlog. Oké, cadeautje van Nick. Voor? Wat was dat? Je verjaardag. Ah ja, het is van Nick. Voor? Van Lars Family, hè. Wat was dat? Als jullie dat nog niet wisten, zijn wij ook collega's geworden. Even geleden hebben we samen een bedrijfje. Allee, ik ben in Nick zijn bedrijf gestart en we doen samen online marketing en alles wat bedrijven online doet groeien gemaakt. En ik heb van hem deze tas gekregen met ons logo erop. Ja. Cute. Very, very cute. Yes, Concept Island. Chic, hè? Chic, hè? Dan kan je zo samen op kantoor zitten, koffietjes of in uw geval theetjes of water watertjes drinken uit de tas, want je drinkt geen koffie meer, maar daar kun je ook keigoed water uit drinken. Ik denk echt dat je daar keigoed water uit kan drinken. Ja, denk dat. Je bent wel blij ermee, hè? Ja. Thanks, Nick. Thanks, Nicky. Nikita. Allee, ik heb niks gekregen, maar toch, hè? Jawel. Verwacht mijn cadeau nog altijd, Nick. Heb je een fles gin gekregen ook? Ik lust geen gin. Sinds ik daar heb overgegeven, drink ik dat niet meer. Ik drink alleen wijntjes. Of bier. Wijntjes of bier. Of al de rest, maar geen gin. Of vodka rappen. Bij deze mogen we nu de vlog afsluiten. Ja, je mag het. Oké, dus nu kunnen we de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. En ik weet ook dat er heel veel gaan vragen waar dat ze Laurens kunnen vinden, want Laurens is een knap manneke, dat kunnen we niet ontkennen, hè? Hela. Och, jij zegt dat ook altijd. Ja, ik zou hem echt doen als ik gay was. Ja? Oké, voilà. En Laurens ook gay was. En Laurens ook gay. Nee, maar ik weet, ik had, als ik een foto post op Instagram of zo, op mijn story waar Laurens in staat, dan krijg ik echt honderden berichtjes. Wie is dat? Wie is dat? Dus bij deze, als jullie Laurens willen volgen, al zijn info van zijn Instagram staat onder in de beschrijving. Oh, ik ga het daar zetten. Ja. Arme jongen. Wat arme jongen. Die vindt dat niet leuk. Hè? Och, die vindt dat zeker leuk. Och, wie wil nu niet graag een beetje aandacht? En het manneke mag er wezen, dus dat is toch oké, okay, hè? Dus laat een beetje reclame. Okay. Maar dus, de thumbs up voor de vlog. Laurens zijn info in de beschrijving. En wij zien jullie morgen.